Dit is Pip, onze dochter. Onze dochter. 9 mei geboren, om 4 voor 4 s'nachts. 3 weken geleden. Ja, al bijna 3 weken geleden. Het is nu vrijdag. Time flies. Ik kwam 3 kwartier later thuis, om 9:30. En toen zat Jules al op de grond. Een soort van, ja, ik heb al om de 3 minuten weeën. Dus wij nog even snel zo'n app gedownload van zo'n timer, weet je wel. Want we dachten, ja, we moeten het nu gaan timen. Heel snel nog opgezocht. Hey! Hey! Ik heb weer een platte belly. Afgevallen? Ja, ik ben onwijs afgevallen. Ik ben even in heb even een paar weken in de kut gezeten. 19 dagen geleden ben ik begonnen met afvallen. En je ziet het, de hele buik is weg. Lekker man, ziet er weer strak uit. Thanks. Tadaa! Pipje, zit je zo een beetje in die moxicosie te hangen? Meisje. Opgepropt. Dit is Pip, onze dochter. Onze dochter. 9 mei geboren, om 4 voor 4 s'nachts. 3 weken geleden. Ja, inmiddels bijna 3 weken geleden. Het is nu vrijdag. Time flies. Time echt fucking flies, ja. Terwijl we toch redelijk slaaploze nacht hebben. Meisje. Maar ze is er, lieve mensen, ze is er. Pip Livia de Groot. Lekker ondergebarfd, maxi cozy. Maar ze heeft net gegeten, ze heeft wat last van krampjes. Dus vandaar dit gemur. Maar ze is er. En met jou gaat ook alles goed? Met mij gaat het goed, zeker. Ja, we zijn dus inderdaad al bijna 3 weken verder. En ik ben aardig aan het herstellen. Ja, mag echt niet klagen. Lekker. Dus dat is lekker, ja. Ja. Ik ben helemaal verliefd op dit kind. Natuurlijk, ik ook. Ik ook. En welkom uiteraard bij een nieuwe vlog. Want het is even geleden, maar we hadden eventjes andere zaken aan ons hoofd, zoals je kunt zien. We gaan nog van alles vertellen daarover, over de eerste 3 weken. Dat komt allemaal nog wel voorbij. Ja, ja, het is een achtbaantje. Overvalling, alles. Toch ook wel, vliegt het toch ook wel een soort van voorbij. Ja, absoluut. Het is eigenlijk heel bizar, want sinds dat de kraamzorg dus weg is, dat is alweer 2 weken geleden bijna. Anderhalf, ja. Maar als deze vlog online komt, ja, is het 2. Oh ja, precies, ja. Dus, maar goed, de tijd vliegt. Echt bizar. En het is eigenlijk ook een soort van heel bizar dat het alsof ze nooit er niet is geweest. Nee. Je bent eigenlijk gewoon al heel snel er gewend aan. Ja, echt. Ja. Maar goed. Wij gaan, gaan naar het strand. Even naar het strand. Pip gaat voor het eerst naar het strand. Wat vind je ervan, Pip? Ah. Vooral heel erg vindend. Ja. Wat is dat nou, schat? Ja, we gaan naar het strand. Lekker met de hondjes. Doe me zin in. Hele goedemorgen. Het is vandaag zondagochtend. Zondagochtend, ja. Nog steeds moeite met de dagen. Jullie is eventjes aan het voeden. Dat gaan we niet filmen, want dan een beetje intiem. Hè? Maar met ons gaat het nog steeds uitstekend. Ja, zo mag je ze mij even filmen. Oh. Nou, Jullie geeft borstvoeding. Hey. Vandaag 3 weken geleden braken mijn vliezen. Vanavond eigenlijk, hè? Ja, vanavond. Ja. Klopt, het is op maandag geboren. Ja, precies. Maandag 9 mei om 4:00 s'nachts, van de nacht op zondag op maandag. Dus net niet op moederdag, of althans op moederdag zijn jullie de vliezen gebroken. En we zouden nog eigenlijk een beetje vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan, of hoe het proces is gegaan, want uiteindelijk is het echt mega snel gegaan. Wat ik al zei, van zondag op maandag. Avond had ik nog een dinertje met collega's in Amsterdam. En zondagochtend zei Ju al eigenlijk, toen we wakker werden, zei Ju al van... ja, ik heb een beetje last van mijn buik en het lijkt wel alsof ik ongesteld moet worden of zo. Een beetje diezelfde krampgevoelens. Dus we dachten, nou ja, prima, weet je, dat...
is misschien niet zo gek ook. Je zit op 38 weken. En dus ja, dat zal er allemaal bij horen. En eigenlijk die middag zijn we nog naar verjaardag van haar broer geweest. Die is toevallig ook op 9 mei jarig, maar die vierde het dus op 8 mei. En daar nog gewoon lekker in de tuin gezeten in het zonnetje. Eigenlijk ging alles nog supergoed. Ja, je voelde je nog steeds wel een beetje... Ja, het was wel een beetje moi, hè? Ja, een beetje pijn in de buik en een beetje lastig. Ik zei al, ik denk niet dat het nog heel lang gaat duren. Nee, dat hadden we al een beetje inderdaad... daar waren we al wel een beetje over uit. Van, nou ja, het zal in elk geval geen 42 weken worden. En misschien zelfs ook wel geen 40. We reden op dat moment ook naar huis. En toen hadden we eigenlijk al een soort van besloten, omdat we dachten van, nou, dit duurt ook niet meer zo heel erg lang. Laten we morgen, dus op maandag, die hondjes wegbrengen. Want we vonden het niet echt chill ook voor die hondjes om erbij te zijn. Dus die zouden eigenlijk al, de 16e zouden we die weg gaan brengen. Juist de 17e was ze uitgerekend. Dus we dachten, nou, een dag van tevoren, kans dat je op de uitgerekende datum bevalt, is ook niet zo heel groot. En meestal bij de eerste dachten wij, en dat is ook zo, maar ja, blijkbaar bij ons niet. Maar meestal beval je wel iets later dan 40 weken. Dus, maar goed, we hadden hem opgebeld op zondagmiddag. Van, hey, kunnen we morgen al toevallig langskomen? Want ja, we denken dat het beter is. En dan kunnen ze misschien een weekje langer bij jullie blijven. En nou ja, dat geregeld. Kom, wij naar huis. Kom je even bij kletsen? Ik kom even met kletsen. Oh, gezellig. Moeten we anders gaan zitten? Of kom je stoeltje ernaast zetten? Ik kom stoeltje ernaast zetten. Gezellig. Wij naar huis en ik ben toen vervolgens naar Amsterdam gegaan, want ik had daar dus een dinertje. Nou ja, allemaal niks aan de hand. En Judy lag op de bank Boer zoekt vrouw te kijken. Ja, en ik had eerst namelijk al dat ik eens weer een beetje buikpijn had. Ja. En ik dacht, ik ga even, even lekker douchen. Ik ga lekker douchen, dus ik had even lekker gedoucht. En dan ben ik helemaal klaargemaakt. Ik dacht, nou, gewoon lig ik lekker in mijn joggingpak, kan ik zo meteen naar bed. En dan ben ik, Ready voor de avond. Ready voor de avond. Ja. En toen lag ik inderdaad Boer zoekt vrouw te kijken. Op de bank. Op de bank. En toen? En toen opeens voelde ik... Holy, holy shit. Ik weet nog dat ik zoiets zei. Ik zei iets van holy tegen die honden. En toen braken mijn vliezen. En het grappige is, zaterdag, de dag ervoor, weet je nog, begon ik al vocht te verliezen. Ja, dat ik maar zei, al een paar dagen ervoor eigenlijk. Ja, vrijdag begon het al. Ja, vrijdag. En dat je een beetje afscheiding had. Nou ja, maar dus echt roze vocht. Ik dacht, dit lijkt wel vruchtwater. Ja. Maar god, dan ga je zo twijfelen. En ik ging het proberen op te vangen. En ik dacht, ja, ik weet het niet. Toen dacht ik nog, maandag ga ik anders wel even naar het spreekuur bellen. Maar toen op zondagavond... We zouden maandagavond ook nog een controle hebben bij de verloskundige. Maar goed, toen zondagavond, 9:10. Braken en vliezen. Echte vliezen, helemaal. En toen? Gelukkig zag ik dat het helder vruchtwater was. Dus ik dacht, oké. Geen nood, ik ben niet medisch, ik hoef niet naar het ziekenhuis. Dus toen dacht ik, nou, dan bel ik nu Maarten op dat mijn vliezen gebroken zijn, want hij was in Amsterdam. Dus ik bel Maarten op, ik zei, mijn vliezen zijn gebroken. En hij zegt, oh, dan gaat het beginnen. En toen zei jij, wat moet ik doen? Moet ik nu meteen komen of kan ik nog even mijn hoofd recht opeten? Want dat werd net neergezet. Ja, werd net voor mijn neus gezet toen jij belde. En er wordt natuurlijk altijd gezegd, ja, als je vliezen zijn gebroken, kan het nog 24 tot 72 uur duren voordat je bevalt. Dus wij dachten, geen nood aan de man. Je mag ook niet meteen een verloskundige bellen en zo, nee. In ieder geval niet op 's nachts. Dus ik zei nog, eet lekker je bord leeg en kom daarna maar hierheen. Grappig was, 5 minuten later kreeg ik een appje van Maarten. Ik zit in de auto. Ja, hey. Dus dat eten is heel snel naar binnen gegaan. Ik zat er natuurlijk niet helemaal lekker meer. Nee. Ik was hier en ik was natuurlijk, dus ik was even gaan dweilen en alles. Dat vruchtwater weggehaald en een schone broek aangetrokken. Maar toen opeens kreeg ik meteen al buikpijn. Meteen krampen. En toen ging het eigenlijk heel snel. Want toen was Maarten hier 3 kwartier later. En toen had ik al om de 3 minuten weeën. Zo onwerkelijk eigenlijk. Precies. Want inderdaad, wat Junet zei, we dachten, nou, er werd ons verteld door de verloskundige van, ja, als je vliezen zijn gebroken, dan relax. Als het 's avonds gebeurt, probeer nog wat te slapen en dan kijk je hoe het de volgende ochtend gaat. Dus wij dachten, nou, alle tijd. Ik kwam 3 kwartier later thuis, om 9:30. Toen zat Ju al op de grond, een soort van, ja, ik heb al om de 3 minuten weeën. Dus wij nog even snel zo'n app gedownload van zo'n timer, weet je wel. Want we dachten, ja, we moeten het nu gaan timen. Heel snel nog opgezocht in het boekje van de verloskundige van, wanneer mag je bellen, weet je wel. Ze hebben dan zo'n checklist en om de 3, als je weet. Dus om de 3 minuten opvolgen en ze moeten minimaal 1 minuut lang zijn, dan mag je bellen. Ja, en daar zaten we gelijk al op. Daar zaten we op. En af en toe was er nog eentje voor 56 seconden. Ja. En daardoor dachten we, ja, mogen we dan nog wel bellen? Want deze was maar 56 Klopt. Seconden. Ja, ik was er heel strikt op. Want ik dacht, ja, anders wordt ze misschien neidig of zo als ze hier te vroeg is of zo, weet je wel. Want ze had ons echt op het hart gedrukt van, niet te snel in de belmodus. Maar goed.
wij zaten dus op die app te timen en ik geloofde een soort van niet. Het kan helemaal niet. Je zit al een soort van nu al op de fase waar je pas eigenlijk over 10 uur zou moeten zijn. Want normaal ja, bouwt dat dan zichzelf op en heb je om het kwartier misschien of om de 10 minuten heb je een wee. Maar dat was gelijk om de 3 minuten. En je, ja, jij moest ook continu naar de wc. In het begin. Ja, het eerste uur moest ik continu naar de wc. En nou ja, toen hebben we het nog van 9:30 tot 11:30. Pas om 11:30 heb jij gebeld. Ja. En ik riep de hele tijd ook. Mogen we nu bellen? En jij zegt, nog heel even. Ja, ik wilde gewoon niet te snel. En we hebben nog zelfs geprobeerd, want dat hadden ook mensen gezegd van, ja, als je vliezen zijn gebroken of je weeën beginnen, nou ja, ga nog even lekker Netflixen, kijk een filmpje of zo. Dus wij nog met ons goede gedrag, ik heb nog iets opgezet. Nou, we kwamen niet verder dan de intro, want Ju die was continu op de grond en naar de wc aan het rennen. En uiteindelijk hebben we het nog wel een soort van... opgerekt tot 11:30. En toen hebben we maar gebeld. En toen was ze er. 3 kwartier later. Kwart over twaalf was ze er. Nee, trouwens eerder al. 12:00 of zo. Ja. Nou ja, maar niet uit. En toen zat jij al op de grond naast bed. Ja, toen waren we al boven. Toen waren we al naar boven. Ja, toen was het al veel zwaarder. Toen was het al niet meer om de 3 minuten. Nee. Het was al om de 2 minuten of zo. En toen zei die verloskundige ook van... heel goed, ik ga ook niet meer weg. Nee. Want ze willen dan nog wel eens... even checken hoe het gaat. En dan kijken of je misschien hoe ver je ontsluiting is. Ja, en dan zij natuurlijk denkt, het duurt nog 10 uur. En het was 12:00 s'avonds. Dan kon zij nog naar huis en even slapen. Maar zij zei al meteen, ik ga niet meer weg. Maar zij heeft om 12:30... De ontsluiting de eerste keer gecheckt. Was 4 centimeter. Toen was het al 4 centimeter. Ja. En toen ging jij het bad vullen? Ja. Ik ging nog 1 seconde onder de douche, maar dat kon niet, want de douchekraan was nodig om het bad te vullen. Dus toen ging ik daar weer onder vandaan. Toen ging ik op de grond zitten in de badkamer. Het maakte mij gewoon niet uit waar ik zat. Ik had zoveel weeën. Ik was alleen maar bezig met die weeën opvangen. En toen ben ik om 1:00 in bad gaan zitten. En om 2:30 checkte ze mijn ontsluiting. Was het volledig ontsluiting? Toen was je al volledig, ja. En toen mocht ik gaan persen. En om 4:00. Dus ik heb wel 1:20 nog geperst. Ja. Is Pip geboren? 4:04. 4:04. Ja, dus het heeft 7:15 of zo geduurd. Ja. In totaal, vanaf het breken van de vliezen. Tot aan dat ze er was. In bad. En het was zo mooi, want ze kwam in bad. En het is gewoon nog onder water. En ze heeft eerst nog 10 seconden of zo is ze onder water geweest. Ja, ogen gingen open onder water. En toen heb ik er zo uit het water gepakt en op mijn borst gelegd. Ja, dat was insane. Ja, dat was zo mega bijzonder. Ja. Niet normaal. Echt niet normaal. Het was echt bizar. Ja. Echt, ook gewoon om daarbij te zijn als man zijnde. Het is echt een bizarre ervaring eigenlijk. En ook gewoon heel onwerkelijk of zo. Je beseft gewoon eigenlijk niet zo goed wat er gebeurt. Aan het begin denk je, nou, ik hoef dat allemaal niet te zien en heftig of misschien eng of zo. Maar ja, je zit op dat moment gewoon in de moment. En ik had ook gewoon een soort van met jou te doen of zo. Dat ik dacht, holy shit, ik heb jou nog nooit op deze manier gezien. Wat ook logisch is, want je gaat voor de eerste keer een kind baren. Ja. Maar gewoon, je leert gewoon iemand kennen op een totaal andere manier. Ja, je probeert er zo goed als dat je kan voor er te zijn. En was handjes op de voorhoofd leggen en water over de rug sproeien. En uiteindelijk was het dus 7:15. Mega snel. Eigenlijk een bevalling zoals we het eigenlijk helemaal in ons hoofd hadden. Toch? Ja. Helemaal gepland. In bad. Een droombevalling. Wat dat betreft echt een droombevalling. Ja. Maar ik vond het heel heftig. Yeah. Ja, ik vond het heel heftig. Omdat het zo snel ging. Ja, ik heb heel erg het gevoel gehad dat het me heel erg overviel. Omdat ik dus hier nog alleen thuis was en die vliezen braken. En opeens die weeën zo heftig waren. Dat ik dacht, zijn dit weeën? En het is niet opgehouden. En ik heb geen seconde rust gehad tussendoor. Nee. Die weeën gingen maar door. Ik vond het echt heel heftig en heel pijnlijk. Ja. Ik heb het echt uitgeschreeuwd. En ik heb ook een aantal keer wanhopig geschreeuwd van ik kan dit niet. Maar ja, dan zei jij weer, je kan het wel, want je bent het al aan het doen. Ja. Oh ja. En de verloskundige was ook echt heel goed. Verloskundige was echt, echt te gek. Ja, echt zoveel props. Goede steun en toeverlaat geweest. Ik weet niet of je een verloskundige kunt promoten, want je woont natuurlijk in je eigen buurt. Maar verloskundige praktijk Vite. Nee, echt. Alice. Je bent een held. Super fijn hoe zij me begeleidde. En zij was ook gewoon, inderdaad, ze gaf gewoon net de juiste woorden. Ja, ik wilde... Mijn pijnstilling. Ja, nee. Ik wilde heel graag thuis in bad bevallen zonder pijnstilling. Maar goed, ik was het natuurlijk aan het doen. En dan krijg je op een gegeven moment gewoon tafels veel pijn. Dus ik dacht, oh, ik moet iets tegen die pijn. Maar ik wist dat niet kon, hoor, thuis. Dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment schreeuwde ik echt zoiets van, oh, ik moet iets tegen de pijn. Heb je please iets tegen de pijn? En toen zei ze,
probeer anders even een andere houding. Toen dacht ik echt, fuck you. Ja, een andere houding. Maar goed, ja. Ze heeft natuurlijk niks tegen de pijn. Nee, wel dan moet je en we hebben het ook nabesproken. En toen zei ze ook, van, ja, op het moment dat een bevalling vrij lang duurt en iemand vraagt dat een paar keer achter elkaar, dan maak ik nog de afweging van, goh, misschien moeten we gewoon naar het ziekenhuis gaan, want dan kan je iets tegen de pijn krijgen. Maar het ging zo snel. Op het moment dat waarschijnlijk wij in het ziekenhuis waren, had je al niks meer kunnen krijgen. Nee, had ik al moeten persen en had ik niks meer kunnen krijgen. En wat ook was, ik heb natuurlijk wel in mijn hoofd gehad tijdens het begin van die weeën van, moet ik misschien toch naar het ziekenhuis, want dit doet zo'n pijn. En toen dacht ik, nou, het idee alleen dat ik met deze weeën in een auto moet gaan zitten. Maar had jij jezelf nog, want je ging om 1 uur dat bad in. Ja. Stel dat je om 2 uur het helemaal niet meer trekt. Had je dan nog voor je gezien dat je dus uit dat bad ging, jezelf aan moest kleden? Nee, daarom. Alles geregeld dan Ja, dat had niet meer. Nee. Dat ging net door mijn hoofd. Ik dacht, dat kan niet. Dus ik blijf in dit bad tot het kind er is. Precies, ja. Ja, want ik dacht, ik kan er niet uit. Ik zat ook te denken, ik dacht, hoe gaan wij hier nog überhaupt naar, stel dat we hier weg moeten, dan moet jij, terwijl dat kind een soort van, dat met die benen moet je aangekleed worden en afgedroogd en ja, eruit. Ja, ik weet niet hoe dat had gaan moeten. Nee. Want steeds inderdaad, als ik een beweging maakte van de douche naar bed, nou dat is echt 3 meter in ons huis, of van de douche naar bad, onderweg kwamen gewoon al de hele tijd weeën. Ik kon niet in een rustpauze iets doen, want er was geen rustpauze. Nee, bizar. Ja. Echt bizar. Maar goed, wel alles helemaal goed gegaan. Ja. Placenta kwam gelukkig 25 minuten later. Ja. Weinig schade van onder. Het is allemaal eigenlijk super, super goed Weinig gegaan. Weinig mentale schade, inmiddels. In het begin. Begin heb ik alleen maar geld. De kraamtranen waren real. Oh, maar ja. Dat mag ook zijn. Ja, dat is en nog steeds prima. Wel een en beetje, ik heb met respect voor jou. Voor elke vrouw overigens die nu die een kind heeft gekregen. Ja. Het is echt bizar gewoon waar jullie doorheen moeten. Ja, het is bizar. Ja, het is bizar. Echt bizar. Ja. Bizar. Maar goed, maar nu is ze er. Dan ligt dit dus vervolgens lekker in de bedje. Lekker te slapen. Ik heb net even lekker aan de tiet gelurkt. En nu in een lekkere food komen. Pipje. Ik ben nog nooit in mijn leven trotser geweest. Toch? Op haar of op jezelf? Nee, op haar. Ook op jezelf toch? Mag ik kopen? Nou, ook op mezelf. Nee, dat is wel goed dat je het zegt inderdaad. Ik ben op geen enkele prestatie trotser dan op deze. Ja. Dat is zeker waar. Het is gewoon een prestatie van je leven. Ja, nee, dat is. Dat is. Daar ben ik ook echt trots op. Ja. Nee, en ook op haar, dat dit hier nu ligt. Als en inmiddels kijk, al 3 weken oud is. Al 3 weken. En het gaat eigenlijk gewoon al 3 weken. Ik wil het niet rooskleuriger verkopen dan het is. Want het is best wel zwaar, die eerste weken. Je slaapt amper, je bent heel erg zoekende. Alle geluidjes, heeft veel last van krampjes. Maar het is ook fantastisch. Ja. Het is echt fantastisch. De mannen zijn ook geïnteresseerd, zoals je ziet. Nee, maar ik heb wel, als ik nu naar dit plaatje kijk, zijn die boksen, die honden daar in de mand. Dan ben ik helemaal trots. Familie van 5. Ja, en weet je wanneer ik ook heel trots ben? Als ik jou met haar zie. Oh. Want van tevoren dan zit je erg te denken, hoe is het om een kind te hebben? Hoe is het om met een kind op mijn armen te lopen? Maar ik heb nooit nagedacht van, hoe is het om mijn man als vader te zien? Nee, snap ik. En dat zie je opeens, meteen vanaf het eerste moment. Ik lag nog in dat bed en jij bent haar aan het aankleden en jij pakt haar op. En toen was ik ook zo trots, zo trots. En dat ik nog steeds als ik haar met jullie samen zie. Ja, het is zo'n bizarre gewaarwording eigenlijk. Ja, gewoon een bizar iets. Gewoon. Ook ik vind het vooral heel bizar dat hoe het proces gaat als het er eenmaal is. Er gaat gewoon een soort van knop, alsof er een knop binnenin wordt omgezet. En ineens doe je het gewoon allemaal maar. En kleden maar aan. Oké. Dat vroeg die kraamzorg ook midden in de nacht toen ze net was geboren. Ja, hebben jullie al kleertjes uitgezocht? Al gepakt? En ik zeg heel eerlijk, ik ben gewoon niet in die babykamer zoveel geweest als dat Judith is geweest. En Ju heeft gewoon in de aanloop al weken soort van alles ingericht en overal alles neergelegd. Dus die wist ook waar alles lag. Ik zo half met een half oog zei, Ju, waar liggen de kleertjes? Maar ja, vervolgens sta je er aan te kleden en denk je echt, holy fuck, je beseft het gewoon een soort van niet. Maar goed, toch doe je het. Ook een luier verschonen, weet je wel. Ik zeg heel eerlijk, toen Ruben, jouw neefje, als die hier dan kwam slapen. Deed ik de luiers. En als hij dan, als ze luier verschonen, liep ik altijd even de camera uit. Dat wil ik helemaal niet zien. Maar nu doe je het. Alsof, ja, gewoon die eerste luier. Alsof je nooit anders gedaan hebt. Alsof je het gewoon, ja, je moet wel of zo. Ja. En omdat het waarschijnlijk ook je eigen kind is, is het ook allemaal, denk je er veel minder over na of zo. Maar ja, vervolgens is ze nu al inderdaad 3 weken hier en is het gewoon alsof ze er al een jaar is of zo. Ja. Enfin, dat is een beetje in de notendop hoe de bevalling is gegaan. En ik ben heel blij dat jij lekker vrij bent al 3 weken en nog 1,5 week of 2. Nog 2. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Nog 2 weken. Ja. En ik merk wel dat ik ook wel weer zin heb om wel weer te werken. Maar ik merk ook wel hoe waardevol het is om ook gewoon jou
te ondersteunen, ja, en hier, precies, te zijn. En we hebben natuurlijk nu weer die hondjes hier. Nou, precies, dat is het. Moeten uitgelaten worden. En, we moeten gewoon op zoek naar een modus. Maar ik zou me niet voor kunnen stellen dat je... Na twee dagen, wat dus een paar jaar geleden zo was. Of 5 dagen überhaupt. 5 dagen is ook wel superkort. Dat je dan alweer een soort van... Naar je werk moet. Nee, ja. Ik vond het ook. Ik vond de eerste 2-3 dagen heb jij ook gewoon veel in bed nog erbij gelegen. Ja. Vond ik echt heel waardevol dat we daar zo lagen. Precies. Ja. En nu is het inderdaad... Kijk, als zij slaapt en die honden slapen, dan heb je af en toe, vooral jij natuurlijk... Kijk, ik ben fysiek wat anders, ik ben nog aan het herstellen. Maar dat jij je misschien af en toe een beetje verveelt of zo. En dat snap ik inderdaad wel. Maar het is vooral heel fijn dat je er ook bent om... Uiteindelijk moeten we inderdaad met z'n 5 een beetje modus vinden. We hebben je nodig. Exact, ja. Dus ik ben heel blij dat je er bent. En ik geniet ook wel gewoon even een beetje van de thuiskeuken. Is ook wel zo. Maar is een week vliegen voorbij, man. Ja, vliegen echt voorbij. Het lijkt net alsof ik gewoon, alsof we pas 5 dagen thuis zitten. Maar ja, we zitten al 21 dagen thuis. Precies. Morgen is er gewoon alweer 3 weken bij ons. Ja. Gaat zo snel. Ja. Maar goed. Ja. Ik ben trots op je. Je hebt het heel goed gedaan. Dankjewel, schat. Ik ben ook trots op jou. Gaan we deze vlog afsluiten? We gaan deze vlog afsluiten. We hebben inmiddels al wel weer een verhaal van 15 minuten. Ja. Ik hoop dat je het een leuk verhaal vond. Een interessant verhaal. Precies. Voor iedereen die misschien nog gaat bevallen, is het misschien een leuk verhaal. Zo niet. Ook nou, het is ook leuk. Je hoort heel vaak dramatische verhalen. En dit was eigenlijk een heel voorspoedig verhaal. En dat is ook leuk om te horen. Behalve dus dat ik het mega pijnlijk vond. Maar goed, dat kunnen we aan. Ja, dat wist je ook van tevoren wel. Ja, maar dat is inderdaad het gekke. Je weet van tevoren dat het pijn gaat doen. Maar dit is een pijn waar je gewoon niet op voor kan bereiden. En dat is ook oké. Dat is misschien maar goed ook. Want anders schrikt het af. Ja. Dat zei die verloskundige ook, hè? Van inderdaad. Ja. Je kan iemand die voor de eerste keer een kindje krijgt, kan je nog zo tegen haar zeggen van, nou ja, het is heftig, je kan het zo voelen, dit en dat. Maar het is eigenlijk gewoon niet uit te leggen. Nee, echt niet. Je weet nee. het pas als je het meemaakt. Wat misschien ook maar goed is. Daarom is ook maar goed. Want anders zouden er misschien veel minder mensen... Ja, voor de wereldpopulatie zou het misschien juist wel goed zijn als we zouden weten. Voor het klimaat en het milieu zouden we het beter zijn. Ik heb tijdens de bevalling gedacht, we houden het bijeen. Denk ik nog steeds overigens. Ja. Maar niet door de bevalling. Maar voor nu houden we het lekker bijeen. Druk zat. En we hebben nog 2 anderen ook nog. Die moeten ook nog wel aandacht krijgen. Ja, maar die zijn heel lief. Dat vind ik echt... Omdat ze dus Pip wat eerder kwam dan verwacht... waren ze dus thuis toen ik beviel. Ze waren gewoon beneden en wij waren boven. Maar we hebben ze 's ochtends even naar boven gehaald. Hebben ze even gesnuffeld en een mutsje van haar gesnuffeld. Ja. Ik denk dat dat al wel uitgemaakt heeft, want toen ze hier terugkwamen waren ze eigenlijk vrij relaxed. Ja, ze roken niets nieuws, denk ik. Nee, Ed is heel nieuwsgierig. Die wil het liefst volgens mij met haar spelen. Als je met haar op de bank zit, komt hij kwispelend aan. Maar ze zijn heel zacht. Tom geeft af en toe een lik over haar bol. Ja. Komt hij zo, zit je zo met haar en dan komt hij aanlopen en dan likt hij zo even over haar hoofd. Nou, prima. Ze zijn heel lief. Mega. Gelukkig. Oké, we gaan de vlog afsluiten. Oké. Thanks voor het kijken. En tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren. Like, subscribe, delen. Yes! Doei! Ciao!